Frisdrankfabrikanten hebben een probleem. Suiker is namelijk nu volksvijand nummer één. Consumenten raken steeds meer van de drongen dat te veel suiker slecht is en dat er wel heel veel suiker in frisdrank zit. Coca-Cola en Pepsi-Cola zetten daarom nu de tegenaanval in om hun imago te redden en vooral om hun verkoopcijfers overeind. Tentjes van Coca-Cola en alle ochtendkranten. Wij geloven in minder suiker, niet in minder smaak. Op dezelfde dag dat de Wereldgezondheidsorganisatie met het advies komt om een suikertax in te voeren in de strijd tegen ziektes als obesitas en diabetes. En ook Pepsi reageert snel. Pepsi gaat het aantal calorieën in zijn dranken flink terugbrengen. Frederik, dit soort, dit soort advertenties ja. hier Wat hebben we hier: Ochtendkranten. trouw, telegraaf, trouw telegraaf. Volkskrant, AD. Overal stond dezelfde advertentie ja. in. Dus je allemaal rijdt met die. 200 kilometer over de A2 en dan zeg je: ik geloof in snelheidsbeperking, toch? Nou ja, daar lijkt het wel een beetje op. Hè? Waarom, waar, waarom doen ze dat nu ineens? Omdat ze het licht hebben gezien? Nou ja, ze hebben het licht gezien, maar niet omdat ze het allemaal zo sneu vinden voor al die dikke kindertjes die te veel cola drinken. Tenminste, dat is niet wat ik denk. Het heeft vooral mee te maken dat de verkoopcijfers van frisdrank gestaag en al een aantal jaar aan het dalen zijn. Kijk, dat kun je hier zien: 2014 en in 2015. En de verwachting is voor 2016 is het nog weer verder gedaald. Dus maar nog ja, altijd 150 liter per seconde. Ze persoon. verkopen nog, ja, ja. Nou, ja. nog steeds. Ja. Maar dit is wel de Verenigde Staten. Ja, Daar precies. zijn ze helemaal wel ja. op. Oké, okay. uh, en wat dan? Ja, ze verkopen bijvoorbeeld eigenlijk wat wel goed gaat, zijn andere drankjes dan Coca-Cola. Coca Cola is nog wel steeds verreweg het beste. Mm -hmm. Dit zijn cijfers van Coca-Cola uh, afgelopen 15 jaar. Ze verkopen ook water. Dan moet je denken aan Chaux Fontaine. 76% meer verkocht in 15 jaar. Sportdrankjes. Aquarius is dat bijvoorbeeld. Ook 20%. Vol suiker, ja. Ook suiker. ijsthee. 91% meer verkocht. Hier, die, juist die sportdrankjes. En ook die ijsthee. Er zit er ook suiker in. Ja, dat, dat is ook wat dat... Matthijs. Ja. ja, maar het gaat allemaal om imago. Ja. We hebben nu in ons hoofd dat vooral dit blikje van Coca-Cola. Maar ook mm -hmm. de klassieke van Pepsi. Die is ongezond. En bij sportdrankjes. Ja, dat klopt. Sport, er zit, ja. Maar daar zit er voor het sport in. Dus dat heeft in ieder geval de suggestie van gezond. En ijsthee, ja, thee, wat kan daar nou mis zijn? Hebben wij ook in ons kopje zitten. Dus dat klinkt gezond. Dat is het niet, dat weet ik. Maar dat verkoopt als een tierenleer, omdat mensen er nog niet helemaal van doordrongen zijn hoe slecht het voor je is. Ja, maar lange tijd hebben we van die, van die, van die fabrikanten gehoord: ach, suiker valt wel mee. Ja, en dat komt allemaal door die lobbyclubs. Hele machtige partijen. Die hebben allemaal met z'n allen geroepen: uh, Vet is heel slecht voor je. Wetenschappers, hier heb je geld. Ga jij even opschrijven hoe slecht vet voor je is. Ik kan ook nog allemaal reclames re herinneren met choepa-choep-lollies. Uh, 0%, 0, 0 vet. vet. Ja, dat, ja, dat was ja, dat was echt misdadig. Ja, 100% suiker. 100% suiker. Precies. Maar inmiddels is dat nu natuurlijk wel veranderd. En een van de wetenschappers die, ons, die daar heel belangrijk in is geweest, mm -hmm. is Robert Lustig. Hij was afgelopen jaar te gast bij RTL Late Night. En luister even naar zijn betoog: stukje. Whenever verandert, changed, diabetes changed in dezelfde richting. Drie jaar later. Dit is the exact same niveau van proof dat we vandaag hebben voor tobacco en lung cancer. So, if you believe tobacco causes lung cancer, then you ought to believe this as well. Here's tobacco, here's alcohol. Both of those have effects on others. If you smoke, it hurts me. If you drink and you're in a car accident, it hurts me. And we regulate these two, but we don't do anything. For this problem of sugar, metabolic disease, obesity, and declining healthcare and increasing healthcare costs, and truly the decline of the society that we know, love, and cherish. Ja, dat is een duidelijk verhaal. En er zijn ook reclamestrategen, mediastrategen, die ook zeggen: Nou, het is echt denkbaar dat we over een paar jaar een reclameverbod krijgen mm -hmm. voor die suikerhoudende frisdranken, zoals we dat nu ook bij tabak natuurlijk en dan, hebben. En daarom nu de, de vlucht in uh, meer varianten cola met minder suiker? Ja, we hebben er hier gewoon een aantal staan, die kun je ook gewoon allemaal bij ons uit de, uh, in de kantine uh, halen. Even over deze, want daar zit dus al dat suiker in. Ja. Hoeveel zit daar nou precies in? Nou, 38 gram suiker. Hoeveel is dat? Nou, in dit zakje zit 4 gram. He? En daar gaan er... Dat is er dan één. En ik heb er nog één. En ik heb er nog één. En we zijn er nog lang niet. Eén blikje hebben we het nu Eén over. Eén blikje, dus allemaal één blikje. Dus dat is als je dorst hebt, wat door. je in een, in een minuut of vijf achterover slaat, ja. zeg maar. En het zijn er dus uh, bijna 9 van die zakjes... Zitten er in één blikje? Dat is deze. In deze zit er nog net ietsje meer. Nou, Dan zijn deze, die kennen we natuurlijk ook. Dat zijn die light producten waar ze, waar ze ook geen over. Zitten, toch? Er zit geen suiker in, maar mm. dat zit dan weer aspartam in. Daar zijn mensen dan ook weer heel erg bang voor. Dus dat willen ze dan eigenlijk ook weer niet kopen. Ja, en dan heb je nog een soort mixvariant. Proberen ze daar een beetje mee? Nou, ja, En Pepsi heeft dus nu gezegd: ook vlak na die uh, suikertax uh, boodschap. Uh, van uh, nou, wij doen er dan gewoon maar wat minder suiker in, okay. want al dit, ja. Maar die wonnen altijd de Pepsi-proef omdat ze zoeter waren, volgens mij. Ja, uh, ja dus ik ben tof. ook, ik heb, ik <laughs> ook Pepsi... heel benieuwd hoe dat smaakt. Twee jaar geleden, Gaan, hè, de gaan de ze het hiermee redden? Want het is natuurlijk een beetje een vluchtvoorwaard. Ja, nou ja, ik weet het niet. Uh, gaan ze mee redden? Ze... Ze, het is wel slim dat ze op verschillende paarden wedden. Dus uh, drankjes met minder suiker en ook reclames maken over hoe gezond je bent en je verbinden aan sport. En natuurlijk dus inzetten op uh, ook uh, drankjes waar uh, helemaal geen suiker in zit, dus suikervervangers. En gewoon echt andere producten. Dus water, nog meer water. Verborgen. Ja, Maar water in flesjes is toch ook een rampzalig product? Ja, vanwege de flesjes Ja, je. dat is ook belachelijk. Twee euro vragen voor, voor kraanwater. Ja, uh, ja, maar het is nog veel erger. Ja. Dat, dat, dat het uh, nobel is, dat hoor je mij ook niet zeggen. Maar het is een manier om geld te verdienen. En ja. ze gaan ook in de koffie. Hè? Koffie, koffie ook, alsof dat zo gezond is. Wanneer krijgen is ook we In cafeïne-discussie? Nee, koffie is gezond. De cafeïne, daar ja. zit ook cafeïne nee, in, toch? Het suikerhoudende van die koude koffie. Oh ja, dat is gewoon weer. slagroom ja. in dat. Oh ja. Met een heleboel suiker. Dus vet. En ja, vet en suiker. En dat wordt al verkocht als uh, koffie. Dus vast niet heel ongezond. Ja. Het is allemaal beeldvorming. En we zijn er nu van doordrongen dat die slecht voor je is. En de ijsthee en de vette suikerkoffie die gaan nog wel volgen. Oh je hebt het einde van een tijdperk. Wellicht.